Kom op, Julia. We zijn er bijna. De schat is hier ergens. Hoe breng jij je zomervakantie door? Schat zoeken natuurlijk. Dat is een spannende bezigheid. Oké, ja, nu rechtdoor. Blijf wakker, Julia. Ja, ja, ik kom eraan, Dallas. Alice en Julia zijn er bijna. De schat is net om de hoek. Niet zo, Julia. Dit is serieus. Er is nu geen tijd voor spelletjes. 4 stappen naar links. Bingo! Nu rechtdoor. En dan naar rechts. Ja, 3 stappen naar het noorden. Ik denk dat de schat hier is. Julia, we hebben het gevonden. Wauw, Alice. Het is ons gelukt. We zijn rijk. Ja, maar eerst moet de schat opgegraven worden. Opgegraven? Natuurlijk. Schiet op en pak de schop. Ik wacht. Ik ben er, bestie. Waar graaf ik? Hier of daar? Wees voorzichtig, Julia. Oh, het spijt me. Het was niet mijn bedoeling. Laat mij het maar doen. Ik doe het zelf wel. Het opgraven van de schat is geen gemakkelijke taak. Maar de mijnen geven niet op. Binnen de kortste keren zijn ze miljonair. Phew, nu is het jouw beurt, Julia. Oké, Alice. Ik kan het. Oh, ik denk dat ik iets gevonden heb. Dat klopt. Je bent slim, Julia. Dat is onze schat. Trek. Kom op, een beetje meer. Oh, en deze koffer is zwaar. Er moet daar veel geld en goud zijn. Julia, stel je voor. We gaan een huis kopen. Dat klopt, Alice. Laat het een heel paleis zijn. Niet meer wachten. Laten we het openmaken. Het kan niet. Dit is tape. Houd het bij elkaar, Julia. We zijn opgelucht. Tot ziens, dromen. Kom op, Alice. Wow. Kijk, het is plakkerig. Ik kan je zelfs inpakken. Wil je dat? Laat me met rust, Julia. Het is niet grappig. Hoewel, we kunnen een huis bouwen van plakband. Ons huis zal hier zijn, bestie. Laten we ons aan het plan houden. Laten we deze pijpen in stukken snijden. Kijk, het is heel gemakkelijk. Gesneden en klaar. Ik kan je zien, Alice. Julia, schat, haal nog wat bouwmaterialen. Rustig, ik ben zo terug. Oké, nu moeten we deze pijpen buigen. Wauw, waar komt dat vandaan, Julia? Ik heb mijn best gedaan, Alice. Vind je het leuk? Ja, zeker. Maar we hebben ook een dak nodig, weet je nog? Ja, we hebben een dak. Dat klopt, bestie. En laten we nu de basis en het dak samenvoegen. Laten we de stukken neerleggen en aan de gang gaan. Ik ben klaar, Alice. Waar zijn de bouten? No. Oh nee, Julia. Laat het maar aan mij over. Een professional neemt het over. Een paar minuten en alle details staan op hun plaats. En nu heffen we de koepel op. En we bevestigen de buizen op de basis. Woehoe, Alice. Nu hebben we een kooi. Ah! Julia is weer bezig. En nu het belangrijkste bouwmateriaal. Tape. We wikkelen het om de pijpen. Meer lagen. Nu kan het huis zelfs een orkaan weerstaan. En de laatste laag. Oh, je liet me schrikken, Alice. Nu moeten we beslissen over een belangrijke vraag. Zwart of geel? Het lukte niet. Dus versieren we het huis met 2 kleuren. Dat kwam goed uit. Perfecte harmonie. Wacht, waar is Alice? Misschien is ze verdwaald. Waar ben je, meisje? Geef antwoord. Julia, ik ben hier. Volgens mij mist onze hut een deur. Komt goed. Je bent een genie. Ik geloof in je. Hoera. Nu kun je in het plakbandhuis wonen. Het is echt. Maar er is nog een klein dingetje te doen. Laten we de leidingen afdekken met tape. En het huis ziet er een stuk beter uit. Oef, het is hier nogal warm. En we zijn de ramen vergeten. Juist, daar gaan we. Laten we ovale vensters maken. Het blijkt erg mooi te zijn. Julia, waar ben je? Ik ben hier, bestie. Kijk eens hoe sterk ik ben. Wauw, dat is een idee. We gaan een echte deur maken. Zet deze onderdelen in elkaar en het is klaar. Help me. Maar dat is niet alles. We moeten het frame vastplakken. Alice, waarom nemen we geen pauze?
Niet vandaag, Julia. We zijn nog niet klaar. Wauw, dat is mooi. Is dat een armband? Nee, Julia. Dit zijn onze deurscharnieren. Verbind de deur met de hut. Nu kunnen we het mechanisme controleren. Jee, het werkt! Alice, kijk eens hoe geweldig het is! Julia, we hebben geen tijd. Hoe zit het met de ramen? De meiden hebben al mooie kunststof kozijnen. We zetten ze erin en plakken ze vast. Het huis is precies goed, maar het is een beetje leeg. Tijd om een comfortabele bank te maken. Van plastic flessen en ducttape. De flessen in twee rijen opstellen. En plak ze aan elkaar met plakband. En hier zal de achterkant zijn. Waar zetten we het neer? Hier? Wacht, Julia. Laten we de bank zacht maken. Daar komt het schuimrubber goed van pas. En er zal ook een mooie stoffering zijn. Als je geen kleur kunt kiezen, neem dan beide. De zitting is groen en de rugleuning blauw. Wauw, hoe comfortabel. Het wordt steeds leuker. Julia, van dit frame kunnen we een comfortabele tafel maken. We hebben alleen poten nodig. Ja, Alice? Zal dit lukken? Nee. Oké. En dit? Echt niet. Wat zeg je? Hiervan. Al beter, meid. Dit zou goed zijn. Alice, ga uit de weg. Ik doe het zelf wel. Bevestig de poten aan het frame. De tafel ziet er geweldig uit. Maar het tafelblad is nog niet klaar. Julia, ben je de tape vergeten? Het komt altijd van pas in de bouw. Het frame vasttapen. En we zetten het decor op de plaklaag. Een tafel in nautische stijl. Dat is geen slecht idee. En nog een laag tape erop. Teamwork wint altijd. En we leggen een zacht tapijt in de cabine. Het is hier zo gezellig. En het is tijd voor meer licht. Laten we de lampen rechtstreeks aan het frame bevestigen. Nu is het zo glanzend. We zijn niet bang in het donker. Nog één ding, Julia. Gaan we kerstmis hebben? Nee. We zullen wolken maken. Oh, het is zo pluizig. Goed gedaan, Alice. Je kunt deze hemel voor altijd bewonderen. En we zetten de bank hier neer. En natuurlijk veel zachte kussens. Het is ons gelukt, meid. High five, Julia. En nu brengen we de tafel binnen. Laat het naast de bank staan. En de verlichting heeft nog geen tafel verpest. Het ziet er goed uit. Probeer me te vangen, Alice. Stop. Oeps. Nu staat Julia niet meer in de weg. De tape kwam weer goed van pas. En het plastic ook. Dus Julia, heb je nu plezier? Geduld, bestie. Nu gaan we een pop van je maken. Oh, de tape is op. Kan ik je helpen, Alice? Hier ga je. Dank je. Hoe heb je... Wacht, maar ik... Julia komt uit elke verwarrende situatie. Maar de duct tape dummy is een goed idee. Een beetje stijl en een vleugje glamour. De vogelverschrikker is klaar. Maar er is geen limiet aan de verbeelding. Het huis met plakband heeft geen bloemen. Waar plaatsen we deze baby's? Julia? Laten we de cactussen in de spoel zetten. Maar eerst plakken we de onderkant vast. En bevestig de minimandjes direct aan het raam. Er zijn veel cactussen. En iedere plant moet zijn eigen pot. Een groen interieur. Wat is er nog mooier? Je kunt een geheime hut niet verbergen. Een ongenode gast kwam opdagen. Wauw, het is hier cool. Dit is geweldig. Ik vraag me af wat er in de koffer zit. Er moet daar een schat zijn. Ik moet hier weg. Ah, wie is daar? Deze plek is echt raar. Alice, wie is daar? Ik weet het niet, Julia. Ik denk dat iemand onze plakkerige schat wilde hebben. Maar de overvaller krijgt niets.
Alle tape zit in de bouw van het huis. Laten we hier onze hele vakantie doorbrengen.